Hallo Wackdus Games, mijn naam is Quentin en weer een nieuwe video, een nieuwe aflevering van The Walking Dead, Saints and Sinners. De vorige aflevering waren we half dood. En net als de vorige aflevering op begin spawn ik weer daar en al de shit dat ik had gedaan was weg. Dus alles zit nog in mijn rustig, dus dat gaan we nog moeten doen. Ik zat te bloed, dus ik heb vlug verband aangedaan. En dan ook, we gaan gewoon even alles gaan wegsteken, ondertussen dat ik even zo uitleg ga geven en shit. En hier, dat is dat poppetje dat we de vorige keer op mee aan. Oké, dus de vorige aflevering was echt bij chill. Het was echt een van de leukste afleveringen, denk ik, dat ik heb opgenomen toch alleszins. Voor mij toch was alles fucking chill. Ik ga vlug even weg doen, dus dat is speciaal. Spacein. Ja, al een fucking beu. Geen idee waarom dat ik dat deel, maar oké. Okay. Dus, ik heb in de vorige aflevering gezegd, en de aflevering daarvoor waarschijnlijk ook, dat ik ging proberen het scherm volledig te doen. Dus als jullie groot scherm doen, dat het niet gewoon een vierkant is, like wat dat jullie nu zien. Ik weet niet, jullie kunnen nu verreden, maar hadden niet zien. Ofwel, I don't know. Maar ik heb het proberen oplossen en het lukt op computer. Maar ik heb een fucking kut computer en het is een heel fucking ding. Ik duw een half uur tegen dat kan me... Ik kreeg hem niet aan en shit, maar hoe hem connect naar mijn monitor, ben fucking leuk, dat is ook iets. En allee, ook met Sunquest en shit, instellen, linken en zo doen. Echt kut eigenlijk. En ik heb het dus gedaan. Blijkbaar iedere keer als je de headset opnieuw opstart, moet je het opnieuw doen. Dus ik vind het ook niet waard dan om echt elke keer de computer op te starten, om dan even een half uur op te nemen met vol scherm. Wat ik eigenlijk wel zou moeten doen, maar bedoel, dat fucking lui. Dus ik ga dat niet doen. Maar verder dan dat was echt wel. Maar ja, ik denk niet dat zo erg. Ik heb een manier om het op te lossen. Ik kan een stuk eruit en ik ga kijken hoe dat eruit ziet. Misschien zien jullie dat nu. Maar ik denk het niet. Ik denk dat ik het gewoon zo ga laten. En ik denk niet dat het zo super erg is eigenlijk ook. We gaan even dat hierin steken. De rest van de bom. Maar ik heb dus ook. Wat eindelijk comments gekregen is, misschien omdat ik het heb gevraagd, maar... En blijkbaar vind je het wel chill om te kijken. En ik heb ook een paar nieuwe abonnees erdoor gekregen. En ik vind het ook bij het film op te nemen. Ik ga even dit trouwens weer weg doen. No, Melusiel. Ik vond het even raar als ze proberen, maar ik was vergeten dat dat kan. Even Melusiel nemen. Nope. Oké, wat gaan we eerst doen? Wat gaan we de vorige keer upgraden? Ik denk dat we dit aan upgraden. Dit is handig, dus we gaan dit doen. Fuck it. We gaan dit doen. Daar heb ik niet genoeg voor. Dan gaan we dit doen. Daar heb ik ook niet genoeg voor. Wat staat er dan bootje? Oké. Ik moet iets anders kunnen doen dan toch. Ik denk dat we dit niet de vorige keer kunnen doen. Maar nog een beetje meer. Heb ik niet genoeg voor. Heb ik iets vergeten? Ik denk dat de volgende keer dat komt. Wat wil je doen? Dan ook, we zijn er klaar voor denk ik. Ik weet de vorige aflevering hebben we natuurlijk dat boek gaan halen. Dat boek. En we gaan er even zien. May Benoit has the water. Ja, dat moeten we daar nog in doen. Get dan. It. No reserve without it, understand? Mama's through fucking around with this. Snag, happens. Going to have. Oké, we gaan het even geskipt, want de vorige keer aan het ook geleerd. Ik heb niet opgelet wat ze zeiden. Dat je gewoon om zoiets te killen. De wereld te rennen, de surf te zoeken, dit en iemand eraf leggen. Ik denk dat we hier de vorige keer gestand hebben. Dat we blij waren al aan meegepakt, dat is chill. Okay, nu is het wachten. Ik denk dat we nu weer met Casey moeten praten. Dus via de radio. En ik hoop dat we ook nog naar de stad kunnen gaan. De vorige keer was dat chill. Misschien moeten we weer slaan. Dat is slim. Okay. Fuck is dat? Wat? Dat is een rie. En dat ben ik. Die voorzichtig aan zijn baard komt. Waarom de fuck heeft er iemand hier een foto van gepland? Wat is dat een foto? Nee, dat is een foto met iets op het teken, denk ik gewoon. Dat is een rie. Kerel gaan klaar, man. Ik vind het echt raar dat die kerel daar nog hangt. Ik ga nooit weghalen, al die mensen.
Oh, sorry. Aan dezelfde boom. Maar van dak denk ze dat daar. Dus het is vanaf hier genomen of zo. En dat hek. Dat is perfect. Mooi. Mooi gedaan, oké. Zeg. Oké, we gaan gewoon door. We gaan slapen. En we gaan. Ik nu zie wat dat moet doen. Ik denk dat we met Casey gaan moeten praten, ik weet niet zeker. Nog niet blijven. Misschien moet je weer slapen, dat is misschien. Want het sowieso echt wat chill om op te nemen. Het is nogal zo'n kanker worden. Iedere keer. Like, ik wil liefst als ik opneem, neem ik 2 afleveringen of 3 afleveringen op. En dan maak ik de thumbnails en zet ik ze klaar om dat geüpload te worden. Hallo? It's Casey. Daar is hij. If you're there, please answer. I've got a situation. Wat, de vorige keer was hier redelijk onbeleefd, dus ik ga gewoon even wachten. Even doorpraten. Wat kunnen we weer bij? Ja, nice. Ik ben even vreemd, dat werd een tijdje geleden weer. Wat ik zei is. Dat ik. Wat zei ik? Dat het warm is. Ik zei dat het warm was. Het is warm en het is gewoon kut om met een bezweete kop heel zand te blijven spelen. En het is een redelijk lang spel. Aflevering maak ik liever lang. Pavlov en zo, dat is chill en zo met Thomas. En ik heb een video opgenomen onlangs. En daarom dat ik waarschijnlijk een paar dingen ga zeggen. Maar ik heb het niet geüpload. Dus ik heb het nog niet. Oké, ik heb het niet geüpload, de video. Maar ik weet niet, ik ga het misschien uploaden, maar dat ik niemand kom. Dus binnenkort meer video's aan van VR, zoals met Thomas op Pavlov. Oh shit, sorry. Oké. We gaan eerst met Casey praten. We hebben dus hier al onze shit liggen. Oh, ons soep. Dat is mij. Allee, dat is kind van mij. Dus ze heeft ingebroken in mijn bus om ons iets te geven. Lekker. Even kijken, we hebben nog verband. Het werkt niet. Waarschijnlijk omdat het vuil is, denk ik. Oké, maar we gaan praten met hem. Ik weet niet, ik heb het nu al een paar keer gezegd, maar ik vind het zo chill dat we ze hebben. Ik ga dus echt een hele verzameling zetten. Je kunt er hier maar een paar op, maar. En als je ze laat liggen, spouwen ze weg. Dus ze moesten echt hierop zetten of hierin liggen. Maar het ding is dus, je hebt hier oneindig veel vatten. Het is nu maar 2, maar vanaf dat je aan 2 begint. Nu is er een derde. En daar heel snel zo door. Tot, ik denk toch oneindig. Ik ga niet testen hoeveel dat er kan. Maar we kunnen hier bijna veel hoofden in doen. En we gaan proberen fucking veel hoofden in te doen. En dat is precies waarom we misschien even gaan achterlaten vandaag. Oh. Helaas. Tenzij dat wacht ik. Nope. Ik dacht dat er nog een vak was. Kunnen we hier nog iets doen? Nee, oké, boeit niet. We hebben gewoon hoven nodig, maar ik vind het bijna chill dat we die 2 hebben. Maar dit is dus. Ik ga dus allemaal bekende mensen, soort van link van de story en zo, ga ik hier aanhangen. Want dit is dus de vrouw op het begin, de eerste sidequest of quest. Het was dus wel een hoofdquest, denk ik. En ze vroeg natuurlijk om haar man die in een zombie was veranderd te vermoorden. En hoe dan ook, ze gaf ons een sleutel en ik heb dan een tegenstander toen ik wel zo chill ben. En die kerel had haar kinderen vermoord, maar bedoel, het zijn kinderen, het is een spel, dus we hebben een vermoorden helaas. Maar het is wel chill, we hebben ze. Het is gewoon een chill verzameling, chill bezighouding. Ik moet wel even zorgen, ik ga trouwens toch voor de zekerheid nog. Boeien. Maar laten ze even liggen. Oké. Okay. We zijn er klaar voor, Casey. We zijn er klaar voor. Lichtje brand. Ga straks. It's very good. I can hear you. Okay. What is it? Yeah, I got spooked the other day. The crash rattled me. I'm sorry. It's just, I don't know who to trust. There's not many decent options out there, but I'm getting desperate, so I need to take a chance on you. What do you think? Can you help me out? Please. You've got my attention. I've been hearing things from the tower radio chatter. They found something, and I need it. Bad.
problem is I have no way to get my hands on it without help, without you. Now, I'm willing to give up what I know about the Reserve in exchange. Does that sound fair? You don't have to lay it on so thick, Casey. Tell me what you need, then I'll tell you if I'm willing to help. A pump flow regulator. A tower patrol founded by Memorial Lane in the Garden District. It's just another useless piece of junk to them. The problem is there's a potential showdown brewing over there between the patrol and a reclaimed camp. It could get bloody. Quickly. Oké, wacht, ik ga. Dus wat deed hij? Pomp, we moeten de pomp halen. I'm ready to do this. The pump regulator is a piece of industrial equipment, about the size of a coffee maker. Pipes, switches, knobs, you'll know it when you see it. Now, the Tower Patrol has it at their camp, Red House on Memorial Lane. And remember, reclaimed are nearby, so you might get caught in the middle of the scrap between them. Now, once you have it in hand, hustle back to the radio and contact me. Time is not on my side. If you pull this off, I'll spill everything I know about the Reserve. You have my word. Oké, dus duidelijk heel desperate inderdaad. Vorige keer was hij heel cocky aan het doen. Maar nu weten we dat hij een gevaar is, dus kunnen we hem eigenlijk bedreigen en shit en alles uit hem krijgen. Dus we moeten hem gewoon even helpen. We gaan naar de reclaimed aan de tower. En dat is dus de eerste keer dat we in contact gaan komen. Nee, we hebben dan met de tower in contact gekomen. Dat is de eerste keer dat we met dus de tower voor de mensen die het niet weten. Sowieso, als je het niet weet, kijk even al mijn video's terug. De eerste aflevering ben ik wel redelijk wat stil geweest, omdat ik gewoon ben dat de mic aan liggen en dat ze mee kunnen horen, de zombies. En wat is gewoon een gewoonte. Maar ik denk dat ik het onder de knie heb. Ik denk dat ik het gewoon ben gekomen dat ik praat. En de tower zijn. Dus ja, dus als je het niet hebt gezien, kijk even de serie. Het is echt wel een chill verhaal eigenlijk. Maar dus de tower is de goede mensen soort van. Ik probeer goede mensen. Fuck, shit, sorry. Oké. Stop mijn ding op. Taurin is een soort van de blonde kerels, de goede mensen, de politie, soort van de mensen die alles goed doen, zo gezegd, en extract zijn en shit. Maar ze gooien dus allemaal kinderen eruit en shit, die niet meer waren vanaf dat je iets kleins steelt of zo. Het is alles, het is eigenlijk echt bullshit en zo. Ze zijn veel te strikt eigenlijk. De reclaimed zijn fucking mensen die mensen ophangen in bomen en shit, onthoven. Je weet wel, de saviors van The Walking Dead en de tower is I don't know. De mensen die Rick hem ontvoert. Maar ik weet niet, ik ben voor de reclaim. Ik vind het idee. We gaan dan mijn kerel ontmoeten, de leider, Chibi. Ik ga niet echt veel shit zeggen, die spoil, maar ik weet niet meer wat dat precies zijn, maar ik weet nog dat mij wel interesseerde. En ik weet niet, ik begreep hem wel. Dus denk dat ik hier ook weer voor de reclaim ga zijn, want het tower sucht gewoon. Nu houden we dus eigenlijk een soort van erbij horen en ik denk dat ik weet welke missie dat is, maar we moeten even zijn dat al mee gaan pakken. We hebben dus ons ding is. Het maakt trouwens niet uit dat mijn video over een uur is. Ik ga proberen van niet omdat het kutter is voor jullie als jullie nu aan een stuk moeten kijken en dat het makkelijker is als je het niet op pauze moet zetten, als je gewoon de volgende video kunt kijken dan. Maar ik ga het zien. Ik ga niet super hard mijn best doen ervoor. Als ik zin heb om meer, op PlayStation kan ik niet langer dan een uur opnemen zonder capture card, hier wel dus. Als het nodig is, dan ga ik langer dan een uur doen. Maar ik ga waarschijnlijk wel weer 40 minuten of zo zijn. Maar ik ben aan het denken dat we gaan meepakken. We hebben niet zoveel nodig, we hebben medicijn. Ik bedoel, als we doodgaan, doe ik niet zo. We hebben een mes bij. We hebben geen gun. We hebben een gun nodig. Oké, we gaan even zo. Nicotine nodig. We gaan nu even gaan kijken. Night, Caroline en Steve. Casey. Oh, maar dat licht liggen. We gaan eerst keer gaan kijken naar dat licht. Volgens mij is dat er iets nieuws in. Dat ze gaan kijken. De poort staat open. Ik weet niet of ik dat open ga laten. Ik heb het al gezegd in Nederland. Ik vind het zo dom. We zitten op een kerkhof en de zombie. Oké, ik snap het. Er gaan hier minder mensen naar komen. En technisch gezien is het een veilige plaats. Het is een kerkhof. En iedereen die hier dood is, ligt onder de grond. Dus het is eigenlijk
redelijk safe, maar bedoel... Die catacombes hier, dat is gewoon... Oh, je kunt die deur niet dicht leggen. Het zitten hier gewoon zombies in, ze kunnen hier gewoon uitlopen. En ik... Like, mijn busje is daar, en de deur kan niet dicht. Ik like, wat het pak. En like, ik wil de hek dicht doen, maar bedoel, het is gewoon duwen met zo... Of trekken met die, maar ik moet hier proeien. Oké, even kijken. Is het gezien? Oh, ja. I know Omri is dead. And I know that for the time being, you've stepped into his shoes, whoever you are. I am not in the habit of trusting people these days. Trust gets you dead when it's given to the wrong person. And there is a lot of wrong out there. But I am willing to set prejudice aside for a few moments so we can have a little chat. See if we can work together. I'm assuming you scored a few useful things out of that last tower cache. Well, there's more where that came from. As long as nothing happens to me. Understood? Get yourself to the churchyard. I will unlock the gate so you can reach the area. Stay out in the open. If I am satisfied you are alone, you will see me. Oké, okay. We gaan eerst dat ding van Casey. Wat, lijkt dat ik in de eerste aflevering heb gezet... Oh, what the fuck? Ik had die nog niet gezien. Nee, dat ik in de eerste aflevering gezet, en dat is niet echt een spoiler. We gaan het niet doen. Maar het, is dus, het zijn dus eigenlijk twee storylines soort van. Heb die van Casey en heb die van mij. En die van Casey is vooral Casey Haan. Meer te weten komen over het reserve. Like the home main, de treasure. Wow, treasure hunten is vooral Casey's ding. Hey. En Henri wil dat doen en zo. Beide koken, krijgen beide veel shit. Wapens, eten, medicijn, alles. Hey. Alles wat je wil in de zombie-apocalypse. Even het reserve. En mij, ik weet niet wat het doel is weer van mij, maar I don't know. Help naar omdat we shit krijgen van haar ook. En het ding is, op het einde van de game gaan we iets nodig hebben van mij om Casey te helpen. Snap je? Dus we kunnen eigenlijk niet verder doen met Casey's story zonder dat we dat ding hebben van mij. Dat we pas krijgen op het einde. Maar het ding is, het is een heim einde wat ik had gedaan. Dus ik heb de story van mij nog nooit gespeeld. Ik heb het gezien, maar ik heb het nog nooit gespeeld. Ik weet niet meer wat er gebeurt, maar ik weet nog... Nou, ik weet het einde, want het einde heb ik gespeeld. Maar het ding is, ze kunnen mij vermoorden. Dus nu, ze zeggen, we gaan... Als ze ziet dat we alleen zijn, gaan ze komen. En gaan we haar kunnen zien en gaan we ermee kunnen praten. Op dat moment kun je haar neerschieten. Als je haar neerschuurt, dan gaat ze dat ding laten vallen. Like dat zij toen elkaar neerknalde, had ze de sleutel of de code voor de safe. Dat ze normaal op het einde ging geven. Maar ik had haar ervoor vermoord. Dan ga ik ze dat geven, maar het is gedropt omdat ik haar heb vermoord. Net als mij had dat toen, dan ga ik het hem, moet ik gewoon Casey's dingen doen. En dat is het. Dus dat is de kortste story. En mijn doel was eigenlijk om dat te doen, de kortste story te doen. En dat mijn safe maken waarmee dat kan cheaten en zo. Waar dat ik even kan kloten en like, video's kan opnemen van hoe dat ik like, verschillende wapens test en zo. Maar blijkbaar lukt het nog niet op Quest 2 of toch, al ja. Die zonder de computerversie en shit, blablabla. Like, dit is allemaal kut. Dus cool story om nog een keer spelen sowieso en dit ga ik dus nu doen. Hoe dan ook, we gaan vertrekken. Ik weet niet wat ik hier heel snel zit te doen. Ik ben vergeten al wat hier aan het praten weer. Maar oké, we gaan vertrekken. We gaan een gun gaan kopen. En we gaan doen wat dat Casey zegt, denk ik. We moeten wel recyclen natuurlijk, maar doe je niet wel graag hoor. Even kijken, dat is de map. Oh, dat is graveyard. Hier zit ook hoor. Tweede dag. Part 2, Tomb of the Tower. May wants to meet outside of the nearby church. Oké. Dus dat is May's storyline. Dus dit gaan we doen. Dit gaan we vandaag doen. Well, ik ga even kijken in de checklist. Travel to Memorial Lane. Speak to the Tower Lieutenant. Optional. Find a pump regulator body. Find a regulator deal. Dus we moeten twee dingen winnen. En die twee dingen gaan we zoeken. En we gaan even de Rex Revolver pakken. Ja, Rex Revolver, maar ik ga het toch zo noemen omdat ik het zo wil noemen. Dus fuck off, het is Rex Revolver. De reden dat ik het, normaal zie ik het als dat hier. Omdat ik kan best schieten met een dien en mijn dien kan ik niet schieten. Misschien als ik zo doe, maar ik kan best met een dien doen. Maar ik heb mijn mes meer nodig. Ik probeer mijn gun zo weinig mogelijk te gebruiken. Maar we gaan wel de tower moeten doen, dus we gaan het zien wat er gaat gebeuren. Maar sowieso kunnen we wel tegen een paar stootjes. We hebben een gun. Is het best dat we nog een kopen? Nee, waarschijnlijk niet. We hebben een hak. Wat? Oh, ik zie het nog. Ik wist dat er nog een manier was. Je kunt dus
hierin zetten en hierin zetten. De mama die upgrade hebben we nog niet, maar ik wist dat je hier iets kon doen. Maar ik heb de judges al, dus ik heb Lucille voor de tweede keer niet gemaakt. Oké, maar dan gaan we even... En daarom dat ik aan niet in mijn rug kan staan. Oh, oké. Okay. Nice, nu gaan we vertrekken. Let's go to Memorial Line. En dus ook na de story is er veel te doen, maar daarom dat ik zo chill ben om op te nemen. Omdat normaal gezien als ik game speel, heb ik dat gespeeld. Also, ik heb hier gewoon doorgerust omdat ik er met cheat wereld van wil maken. Maar dan, wat? Oké, hier ben ik nog nooit geweest. Ik ben gewoon een paar dingen gedaan. Voor Casey, ja, het zijn een paar dingen die ik moet doen. Het zijn vooral pompen dat hij nodig heeft. Ik weet niet waarom. Ik weet niet meer waarom precies dat hij nodig heeft. Ik weet nog dat we er naartoe moeten gaan. Maar... Ik ga ook niet spoilen, maar ik weet het zelf amper. En dat vind ik zo chill dat ik het kan opnemen. Maar ik vind het altijd zo chill om op te nemen als ik niet weet wat er gaat gebeuren. En als het ook nieuw is en dat je mijn eerste reactie kunt zien en zo. Ik ben van plan, ik heb nu, sinds ik die Valhalla onlangs uitgespeeld, ben nu bezig met de DLC. En ik ging Valhalla normaal PlayStation 5 spelen. Maar het is nou, oh ja, ik heb het nog niet, dus het is kanker. En ik had echt geen zin om te wachten, het was echt goed om op te nemen. Dus ik ga het later een keer opnieuw doen. Maar ik ben van plan om misschien heel de Ezio collectie opnieuw te spelen. Ik heb de eerste game een heel klein stuk gespeeld. En ik zou het graag opnieuw spelen, maar dat opnemen. En ik ga dat waarschijnlijk ook doen. Dus hoe dan ook, we gaan vertrekken. We zijn er nu. We gaan ook gewoon geen sigaretten meer meepakken. We gaan nu echt gewoon letten op hout. Dit gaan we niet mee. Ja, wel, fuck it. Nu mogen we meepakken. Nu gaan we alles meepakken. Hier kunnen mensen mee killen. Ik ga het doen. Zombies, zoals het is. Bordeaux. Oké, een garrison. We gaan nooit naar New Orleans geweest. Ik kan niet. Ah, shit. We mogen het doen, alsjeblieft. We gaan even kijken naar de map. We zijn hier, dit is Reclaimed huis. We moeten naar het blauwe huis gaan, want dat is de tower en we moeten met de lieutenant. Dus dat gaan we doen dan. Maar ik zou dus wel graag kunnen naar de nieuwe rode in het schaal. Ja, dat is shit. Onder die shit. Ik vind het echt een chille game, gewoon wat rondhangen, niet te veel rushen. Dat is een hele claim. Ik ga er niet doorgaan, ik weet niet of ze mij gaan aanvallen. De reclaimed, het ding is met de reclaimed, ze zijn al twee vijanden, maar de tower is ook kut. Ik weet nog, ik had daar een video van zien, dus op het einde van de game, ik zet je soort van, kies je een kant, soort van, like, je zit er niet bij, maar je weet wel, je hebt gewoon, like, de kant gekozen dat je gehaald of zo. Ik weet niet meer wat dat precies was, maar uiteindelijk, één iemand is vijandelijk, één iemand. Ding is, bij, als dat je vrienden zijn, doe ze gewoon savaar chill tenzij dat je ze kapot slaat. Maar als de tower je vrienden zijn, dan zijn ze dood. Like. Dat zijn niet dood, maar zijn ze geluid te lachen en shit. Waarom moeten we serieus hier doorgaan? Is er hier geen andere manier? We moeten letterlijk... Oké, we gaan doorgaan. Man. Die ziet er niet van eigenlijk klein uit. No problem, mister. We mogen dus niet door. Hoe de fuck gaan we hier doorgeraken? Dit is het tower. Maar dit is technisch gezien geen deel ervan. Shit. Waar de fuck is mijn mes naartoe? Ja, mijn mes is gedropt, maar waar? Och, oh my serious. Fucking hell. Kom je ook niet aan? Oké. Hier zou moeten door kunnen, hierover. Dus we kunnen daar waarschijnlijk passen. We kunnen hier tussen. Nope, we kunnen hier niet. We gaan het wel doen, fuck it. We gaan van het beste uitgaan. Maar honk casual. Als je met een cadeautje komt. We gaan een gun vastpakken. Niet er bij handen kunnen, maar.
No one gets inside. Strict orders. You have a problem with that? See Jeff. He's around the corner. Oh, dat is de tower. Dat is de tower hier. We mogen gewoon niet naar binnen gaan. Maar dat is de tower. Waarom is het rood dan? Waarom is dat blauw? Fuck it, breathing. Yo, what was Jeff. He thinking? These are people who have chosen to be savages, not rational people. Not people who understand. You got nerve rolling in here uninvited. Yo, dat bloed op mijn hand is van Okay. Easy pal. Okay. I'll clear out quick. Just need to recover something. Probably useless to you. Mind if I take a look around? Yeah, we mind. We have enough problems to deal with right now. Not gonna let some stray scrounge on our turf. Is he unbelieved us? Is he fucking homeless? I prefer to think of myself as a free agent. Open to all opportunities. You know what? Yeah, you might prove useful. My brother is in some deep shit. Pack of reclaimed scum snatched him. Anthony's a good kid. Bit dim. But he doesn't deserve whatever those freaks have in store. We can't get anywhere near where they're holed up. Light Blue House across the way. They'll gut him immediately if they see us coming. But you? They don't know you. You'll be able to stroll right in. After that, whatever you need to do, that's your business. Personally, I'd put a few bullets through their skulls. Let the dirt reclaim them. I have to take care of something. Come back when you can pay attention. I'm back. Yuen, okay, gonna listen Yuen. Now? How many freaks reward? What's in it for me? If he comes back alive, I'll let you snag a few things from our supplies. We've got some meds, decent grub, ammo too. Just don't get greedy. Yo, I'll hawk well then. Think I'm gonna sit this one out. You have a chance to save a life here. Does that mean nothing to you? We're even offering supplies. Most strays would jump on this. If you wise up, come back and see me. Ja, ben terug, oké. Hey! Heb ik het verkakt? Heb ik het verkakt? Wanneer ik eens verder gaan. We moeten het gewoon doen. How could he be so dense? Continue. Finally! Nice, oké. Sounds like I can be of service. Get to it then! Knowing how those savages operate, you might not have enough time before they execute him. Fuck you. Kill him toen. Dat is de weg. Maar wat dat is zo onlogisch dat dit rode huis is en het blauwe huis en het tower is blauw en dingen is rood. Kill dan ook. We zijn hier. Wat dat er van. Het is hier letterlijk. Waarom de fuck zien ze niet gewoon op elkaar? Ding is, nu zijn er nog niet zoveel zombies, maar ik heb gewoon de pers. Dit is blauwe huis. Wat pak het, wat aan het even zijn. Hou voor de weer hier. I'm thinking we lied to you first. Gals are right out. Ze gaan aan de bedden. If I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be. We'll force you to swallow them whole. How does that grab? I'm thinking we blind you first, Anthony. Gouge them right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, yeah, okay, we're gonna and I'm out. Sure I will be, yo, what's who the up, hell are bro? You? The negotiator. A big tough Jeff, too chicken shit to show his face and beg for his little brother's life. Not sure I really see the point. 1, 2, 3, 4. We hebben die keer 4 kogels, we hebben er 6. Ik
heb slechte aim, dus we gaan misschien die keer ook een kill. We zien er wel chill. Okay. Wat, like, geef hem een leek. I guess I'm here to negotiate a deal for Anthony's release. Release? That's some kind of joke. That motherfucker isn't going anywhere but in the dirt, where maggots belong. So, what did he do? This subhuman shit is a murderer. My daughter is dead. The tower is at fault, and he is at fault. The tower preaches community, and yet they toss out those most in need because they are no longer useful. Because they are a burden. Violet was not a burden. She was a human being. But this fucker treated her like trash. He could have disobeyed orders, but he did not. He forced her out, left her to die. She was 11 years old. Where is your head at, stranger? Exterminate this tower fuck right now, and we won't have a problem. Then we can pay the rest of the vermin a visit. And once they are a pile of corpses, whatever is in their camp, it's yours. Consider it a gift from the Reclaim. Two wrongs with pleasure. He deserves to die. And I will gladly do it. What I did was horrible. I admit it, but... Off. Please. You don't have to do this. Do it already! Finish the fucker! I followed orders. That's all I'm guilty of, please. We did what we had to do, right? We made a sequence. One less brain-dead tower slug plaguing the world. Fuck it! Like I think it's time to put some pressure on these fuckers. We're outnumbered, but we have momentum, right? Yeah! The time is right fucking now! Yeah, you with right us? Now. No time like the present. That's the attitude. We've got this. Let's send the message that the future belongs to the... Excuseer me even dat ik alles stil. Lekker, dat is precies wat dan nodig. Shit, oké, ik ga daarvoor moeten oppassen. Die man is hier nog. Ik denk niet dat vanzelf gaat zien. Holy shit. Dat is wat moeilijk met de asbak. Dat is wat dat is. Hoe wil ik gewoon join, maar... Ze kunnen het zonder mij. Ik ga gewoon naar binnen gaan straks en alles stil. Twinkle loop. Even kijken. Ik ga wel proberen door te doen, want ik heb maar 2 gigabyte meer extra gedaan. Dat de video stop maar opnemen. Het is een rare cult dit trouwens. Ik weet niet wat er mis is met die rest. Schools. Oh, okay. Let's go. No, needles. Die is van mij. Even. Sorry. Dat was de home die van mij, dus. Kun je even geduld doen? Brainwashed. Dank je dat ik geen kozen moest verspillen. Waarom niet hoor? Bitch, je dat niet ben mocht. Oh.
I need that, sir. You think you can fuck with us and get away with it? Eerlijk, ja. Proven one thing. I'm a professional. Alex Wanimba, noob. Nu moet even kijken wat we kunnen vinden. Zitten er verzeker nog een paar. Het is een ding dat ik kan meepakken, maar ik weet niet, we hebben het nu nog niet nodig. Deze hebben we wel nodig. Let's go. Ze zijn ook al weg, gewoon. Ze zijn mij gewoon achter. Chill. Let's go upstairs. Moet trouwens wel even. Als een van de die geweld. Arar maakt ook goed zijn, zeker. We gaan weer moeten investeren in dingen dat we gebruiken om het hoofd eraf te halen. Ik wil ook een klein persoon eigenlijk. Ik zie dat beter moeten doen. Oh, vreemd. Babel. I love my God. Okay. Okay, dat is goed. We gaan even kijken wat er op die deur zit. Shit, we gaan hier ook nog iets. Al die dingen dat er hier zijn, hè. Dat is dat er iemand stond. Oh, dat is de pomp. Maar waar zijn die gasten? Ik zag ze naar boven lopen. Hey, big brother. There's not much to say beyond I'm sorry, but I have to do this. I can't sleep. I can't eat. I'm a wreck, Jeff. I keep seeing that little girl's face. These visions of her turning. This whole mess is fucking with my head. What did the Martins do to deserve being exiled? It makes no sense. They are good people. Now, I know this might put you in a tough spot. Please forgive me, but I need to make things right. At least give them a slim chance to survive out there. I swiped some supplies from our camp, so you know who to blame. Don't want any other innocent people taking heat. I'm going out to find the Martins and deliver the stuff. Least I can do. I pray it'll help me get my head straight. If I'm not back before the bells, wish me luck. Your little bro, Anthony. Ik zoals eenmaal aan de beide zat te klagen van ik wil die praten ondertussen dat het Aspion was, maar. Medicijn.
je wel nu. We zijn nu weer. Ik vind het chill dat we een payback hebben op Jeff. We hebben zijn hoofd mee. Laat ik het beleefd zijn dat de deur dicht. Voortjes. Bloedmes. Een walker. We hebben ook een walker over. Dus ik kwam echt de laatste seconde rap afgelopen met mij. Klok. Ik weet eigenlijk niet dat de klok werkt. Het is fucking raar. Ik ga er wel een keer moeten. Gaan we komen? Staat dat er dan? Misschien assemble, I don't know. Misschien moeten we het in elkaar steken of zo. Maar we gaan dat in de bus doen. Oké, maar het was wel echt sick. Oh ja, shit, ik moet wel door de wanne. Zonder dat niet veel ruimte meer. Ik ga even een game verwijderen of zo. Of mijn andere video's. Maar we hebben de pomp. En dat is het. Ja, we hebben een like... Ik dacht dat het fuck was. Oké. Okay. We hebben dus alles wat we nodig hebben. We gaan nog vlug even die pomp in elkaar zetten. Wow. Maar ja, dan gaan we dat de volgende keer doen. Ik ga nu even, weet je, als ik start, dan moet ik dit allemaal opnieuw doen, dus ik ga het gewoon niet doen. Ik ga gewoon kijken of dat kan opslaan trouwens. Ik kan niet opslaan, dus ik ga hier gewoon afsluiten. Dank u voor het kijken. Ik vond het chillen op te rijden, ik hoop dat jullie het ook chill vonden om het kijken. Nou, het enige wat ik wel even zou doen is die hoofd plaatsen. En dan het straks ook hebben. Oké, sowieso dank voor het kijken. Het was voor mij toch alles is echt chill. Ik hoop dat jullie het ook een chille aflevering vond. Ik ga waarschijnlijk deze week nog een keer een aflevering opnemen. Ik weet niet, ik heb echt niet veel zin de laatste tijd om op te nemen eigenlijk. Maar ik weet niet echt wat ik moet opnemen, ik zit wel op PlayStation 5. Maar ja, het gaat verreken nog een tijdje duren. Tegen dat ze niet meer uitverkocht zijn. En, maar ja, sowieso het gaan ooit nog superveel video's komen hier als PlayStation 5 heb. En weer mijn stream. Maar tot dan ga ik gewoon regelmatig proberen te posten zoveel dat kan. Ja, ik weet niet, het had deze week waarschijnlijk of volgende week nog een video komen van zijn zenders. En ik hoop dat je het toch een chille serie vindt. Het is een beetje jammer van het scherm, maar verder dan dat denk ik wel dat het een sicke game is. En VR. Het gaan ook nog andere VR games komen. Dus ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het chill vond en tot de volgende keer. Later.